En de samenleving is nu in de gelegenheid video- en fotomateriaal te delen met de politie. Dit kan via de afdeling digitale recherche van het Korps Politie Suriname KPS. Het korps kan hierdoor haar dienstbaarheid naar de samenleving toe verder vergroten. Dit kan via het WhatsApp-nummer 8744850. Inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de voorlichtingsafdeling van het KPS, geeft aan dat de samenleving echter alleen materiaal moet opsturen waarbij er strafbare feiten zijn of worden gepleegd door derden. Nou, de afdeling digitale recherche die is er al een tijd, maar ik ben eens met u, het is relatief nieuw. En de digitale recherche heeft als core business dat beeldmateriaal en fotomateriaal die zeg maar door, dat kan zijn benadeeld of een getuige, is vastgelegd of is opgenomen ten aanzien van een gepleegd strafbaar feit, dat die beelden worden geanalyseerd door de afdeling. Waar nodig worden de beelden, zoals we zeggen, opgeschoond om de verdachten zichtbaar te kunnen maken. Opdat dan zeg maar de tactische recherche op pad kan gaan om zo'n verdachte aan te kunnen houden. Dus de digitale recherche is een heel belangrijke afdeling geworden in de tussentijd. Omdat we in een aantal zaken de digitale recherche een belangrijke rol heeft gespeeld om daders zichtbaar te maken. Naarden zegt verder dat de digitale recherche de middelen heeft om alle materiaal die zij toegezonden krijgt adequaat te analyseren. Hij zegt ook dat in het verleden het iets moeilijker was om het bewijsmateriaal te bekijken en verifiëren. Vaak genoeg lezen wij en horen wij in nieuwsberichten dat benadeelden klagen dat ondanks de politie voorzien hebben van beeldmateriaal, we de daders toch niet kunnen achterhalen of zichtbaar kunnen maken. Wat men vergeet te zeggen misschien, of wat men misschien niet weet, is dat soms krijgen dus beelden, maar wanneer de beelden op dat klein formaat zijn, of op dat klein formaat zijn, dan kan je alles duidelijk zien. Dus sommige beelden krijgen ze wel, maar wanneer ze het gaan bewerken om zeg maar de verdachte duidelijk te kunnen zien, dan lukt dat niet omdat dat beeld dan wazig wordt. Dat is een van de zaken. Aldus inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Onze nieuwsdienst sprak hem vandaag over de werkzaamheden van de afdeling digitale recherche die per heden op het WhatsApp-nummer 8744850 bereikbaar is voor de samenleving. Het KPS kan nu video- en fotomateriaal vanuit de samenleving ontvangen over strafbare feiten.